Hi, wat leuk dat je kijkt. Welkom bij de allereerste extra video. Dit worden onder andere zwangerschapsupdates video's, maar ook andere leuke extra video's die ik voor jullie heel graag ga maken. En voor wie mij nog niet kent, mijn naam is Sanne. Samen met mijn mannen Vos en Gerard hebben we sinds een aantal maanden een familiekanaal, een familievlogkanaal, genaamd Vos en Das. En sinds kort ben ik zwanger van ons tweede kindje. En lijkt het me heel erg leuk om deze zwangerschap vast te leggen voor mezelf, maar ook zeker voor jullie. Vooral als je voor het eerst zwanger bent, dan komt er heel veel op je af. En aangezien ik het al een eerste keer allemaal heb meegemaakt en dit mijn tweede keer is, sta ik er toch weer een beetje anders in. Dus om dat te delen vind ik wel erg leuk. In deze video ga ik eigenlijk drie dingetjes met jullie doornemen. Ik denk niet dat jullie het mega interessant vinden om mijn eerste trimester van week tot week aan te horen hoe dat is geweest voor mij. Om het daarom iets interessanter te maken, deel ik ook heel graag mijn favoriete producten met jullie. Waarvan ik dacht van die waren echt heel erg noodzakelijk voor mij. Dit zijn dingetjes die uiteenlopen van de wat leukere dingetjes zoals verzorgingsproducten. Maar ook de minder charmante dingen die helaas ook bij zwanger zijn horen. Ja, zwanger zijn is nu eenmaal niet heel erg glamorous altijd. Dus ook die deel ik heel erg graag. En als laatste deel ik ook heel graag met jullie wat je ongeveer al kan gaan regelen als je voor het eerst zwanger bent. Naast mijn persoonlijke symptomen en update en mijn favoriete survival producten geef ik ook nog een korte samenvatting van wat ik allemaal al heb geregeld tijdens het eerste trimester. Ik wist al dat ik zwanger was nog voordat ik de zwangerschapstest had gedaan. Net zoals bij Vos was dat voor mij gewoon heel erg duidelijk. En dit keer had ik het door omdat ik zeer pijnlijke grote boobies had. Om het maar zo te zeggen. Dat was wel een van de eerste symptomen waaraan ik merkte dat ik zwanger was. En dat is dan een heel mooi moment en ook een heel onzeker moment toch ergens. Omdat je niet helemaal weet ja, of het goed blijft gaan. Dat vond ik toch wel een spannend moment. Terwijl ik zelf nog nooit een miskraam of iets dergelijks heb meegemaakt. Toch is het natuurlijk niet vanzelf om zwanger te worden en te zijn. Dus die eerste paar weekjes vond ik deze keer toch ook wat spannender dan bij Vos. Omdat ik iets bewuster was van, oh ja, er kan ook nog heel veel bestaan tussen zwanger zijn en het dan helaas niet meer zijn. Dus die eerste weken zijn vooral heel spannend en die hebben we heel erg met z'n tweeën lekker beleefd. En met een heel lief goed vriendinnetje, die kijkt vast, die tegelijkertijd met mij zwanger is, dus te leuk. En daarmee hebben we het met z'n viertjes hebben we het eigenlijk heel erg kunnen delen. Wat voor mij persoonlijk deze zwangerschap best wel pittig heeft gemaakt en wat ik nog niet heb gedeeld met jullie, is dat ik in week 7 plotseling een operatie moest ondergaan. 'S Ochtends wist ik nog niet dat ik die dag zeg maar geopereerd zou worden. En dat was best wel heftig. Ik vond het heftig om überhaupt een ruggenprik of onder narcose te moeten. Dat was nog een beetje de vraag welke van de twee we konden gaan gebruiken, welke opties. En ja, je bent nog zo pril zwanger. Dat, ja, ik vond dat toch wel een beetje een dingetje. Dus dat was voor mij een hele heftige extra iets tijdens de eerste trimester om te doorstaan. Ja, ik kan er eigenlijk verder heel weinig over zeggen dan dat het ook nog best wel lang heeft geduurd om van de operatie te herstellen. En dat het best wel impact heeft gehad omdat alles er samen kwam. Ik heb nu het idee gehad dat door de operatie ik ook bijvoorbeeld veel moeer was daarna. Dus normaal bij Vos kan ik me niet echt herinneren dat ik mega last had van heel veel moeheid. Maar moeheid hoort wel als een van de symptomen bij het eerste trimester. En dat had ik dus ook echt. Dus vanaf week 8 was ik echt heel erg moe. En was ik heel erg blij dat ik overdag tussendoor best wel wat slaapjes heb kunnen pakken. En het was echt wel een beetje, dan natuurlijk dat wintertijd. Dus ik kon een beetje snoezen met mijn boy op de bank als hij thuis was met Vos. Dus dat was best wel goed te doen. Maar ik ben dus wel extra moe geweest door die operatie eigenlijk ook wel. En vanaf week 8 werd ik ook weer misselijk. Woehoe! Heel erg fijn. Bij Vos was ik ook super misselijk. Echt met spugen en al gewoon op straat op de meest irritante plekken waar je je maar kan voorstellen. Ja, als het kwam, dan kwam het. Soms langs de kant van de snelweg. Dan moest Gerrit ineens stoppen met de auto en dan moest ik iets kwijt. Ik heb geprobeerd om het op te vangen door heel regelmatig te eten. Maar dan alsnog, ja, van gekkigheid en van misselijkheid wist ik ook niet zo goed meer wat ik moest eten. En had ik juist heel weinig. Dus ik viel juist in die eerste weken best wel veel af.
Ook drinken vond ik het eerste trimester echt super lastig. Ik wist niet van gekheid wat ik moest drinken. Ik ben normaal altijd iemand die alleen maar water en thee drinkt. Trok ik niet, word je super weeg van die hele rare hormonale dingen. Daar verbaas ik me iedere keer weer over dat je daar zoveel last van kan hebben tijdens het eerste trimester. Dus dat waren wel wat heftige weekjes om door te komen. Misselijkheid, gevoelige, pijnlijke borsten en moeheid waren dus eigenlijk mijn drie hoofdsymptomen aan kwaaltjes tijdens het eerste trimester. En de misselijkheid heeft helaas nog een maandje langer aangehouden, want ik ben nu 16 weken zwanger. En bij 16 weken houdt het bij mij dan op, die misselijkheid. Dus dat is eigenlijk precies weer zo als bij Vos. En het is ook eigenlijk wel logisch, want tot 16 weken heb je best wel in hogere mate het HCG-hormoon aanwezig. En er zijn helaas mensen die het een hele zwangerschap toch meer last van houden. Sterkte aan jullie. Ik vind dat echt heel erg als je hele zwangerschap super misselijk moet zijn. Dat wens ik echt niemand toe. En er zijn ook lucky bastards die bij 12 weken of die überhaupt niet misselijk zijn. Dus het wisselt gewoon enorm. Jee, dan nu snel over naar mijn survival kit. Laten we beginnen met de meest belangrijke dingetjes, denk ik, die je zou moeten doen tijdens het eerste trimester. En dat is het slikken van pillen. Ik kwam erachter dat je foliumzuur wel kunt slikken, maar dat je daarbij eigenlijk ook vitamine B12 nodig hebt. Dus daarom heb ik deze gekocht van Bonusan. Dat is ook een heel natuurlijk middel. Er zitten geen rare toevoegingen in. Dus dat vond ik wel een heel betrouwbaar merk. Dit is trouwens allemaal niet gesponsord. Dit is gewoon wat ik heel erg goed heb uitgezocht. Ik ben echt zo'n uitzoektype. Dus ja, ik kwam hierop en op basis van mijn bevindingen durf ik wel dit aan te bevelen. Maar doe lekker allemaal waar je zelf zin in hebt. Dit is in ieder geval waar ik op uitgekomen ben. Dus hier zit vitamine B12 in en foliumzuur. Dat heeft elkaar weer nodig om dat foliumzuur goed op te nemen, heb ik begrepen. Dus vandaar dat ik deze heel prettig vind. Het is ook een heel klein pilletje, ideaal om te slikken. Daarnaast vond ik deze omega-3 pil van More DHA. Ook heel natuurzuiver. En hier staat bij, ik zal het even lezen. De inname van DHA door de moeder draagt bij tot de normale ontwikkeling van de ogen en de hersenen bij de foetus en bij zuigelingen die borstvoeding krijgen. DHA ondersteunt de hersenfunctie en het gezichtsvermogen bij volwassenen. Omega-3 vetzuren zijn natuurlijk sowieso heel gezond voor je, maar deze was dus extra goed voor je bij zwangerschap. Dan de lekkere dingetjes. Ik merkte, en dat heb ik nog steeds, het ligt niet alleen aan de winter, maar ik heb echt meer last van droge, gescheurde lippen. Heel raar, maar het was ook wel een opvallend symptoompje. Daar heb ik zelf een lekker vettig bijenpropolis crème gebruik ik daarvoor. Of de lipverzorger van Paula's Choice vind ik heel erg lekker. Dus één van die twee heb ik dan vaak op. Daarnaast kan je niet vroeg genoeg beginnen, vind ik zelf, met het smeren van olie. Tegen eventueel strié, maar ik vind het gewoon heel erg fijn om mijn lijf wat in te vetten. En degene die voor mij vorige keer ook het allerfijnste heeft gewerkt is de Dr. Hauschka olie. En dat is dan de sleedoornolie van Dr. Hauschka. En hij ruikt zo lekker. Namelijk naar sinaasappel. Het is sleedoorn dan wat je ruikt, maar het ruikt voor mij een beetje naar sinaasappel. Ja, op een of andere manier wel. Daardoor is deze crème ook, of deze olie echt heel erg fijn. Voor de pijnlijke borsten. De pijnlijke grote borsten was het al snel dat ik dacht, zo, die BH's passen niet echt meer. Vooral de beugel-BH's zitten gewoon echt best wel krap. En voedings-BH's vond ik nog wat te vroeg om te dragen. En die zijn vaak ook niet zo heel charmant. Als iemand daar een leuk merk voor heeft waarvan hij denkt, oh, dat is mooi, laat het me dan even weten, want ik weet het nog niet. Nog niet uitgezocht. Wat ik nu heel fijn vind om te dragen zijn van die bralettes. Dus van die BH'tjes zonder BH-beugels. En dat geeft misschien niet altijd de meeste ondersteuning voor die hele zware boobies. Maar het zit wel heel erg fijn en zacht. En op dit moment geeft het nog de prima ondersteuning voor wat ik nodig heb. Ik heb één BH van Weekday onder andere. En deze is van Love Stories. En beide zitten echt heel erg fijn. Dus ik zou dat aanbevelen, omdat gewoon beugel-BH's echt niet je beste vriendin zijn. Sowieso niet. Maar tijdens een zwangerschap en met die gevoelige borsten echt al helemaal niet. Dus bralettes zijn wel echt een uitkomst. Tegen de misselijkheid heb ik dit keer van alles geprobeerd te doen. Ik had gelezen dat acupunctuur zou kunnen helpen. Ik sta best wel open voor van alles en nog wat. Dus ik dacht, oké, kom maar door. Alles wat kan helpen. Ik ga het proberen. De eerste ervaring met acupunctuur was toch wel echt een beetje zo'n Sex in the City avontuur.
Ik weet niet of jullie die scène kennen met Charlotte. Dat ze ook aan de acupunctuur gaat om juist vruchtbaarder te worden. Nou, ik lag daar dus ook op zo'n tafel met een Chinees vrouw die geen Nederlands sprak. En een beetje echt zo stil was. En niet zoveel zei, ook niet in het Engels. Ze zei alleen van, ja, oké, prima, ga maar liggen. En ik kreeg in mijn hoofd een puntje en op mijn benen. Allerlei plekjes werden ingeprikt. Ik had wel het idee dat het hielp, maar het was zo'n aparte ervaring. Ik heb het daarna nog één keer weer geprobeerd, maar wel bij een andere kliniek. Omdat ik gewoon communicatie bij zoiets heel erg belangrijk vind. En ik voelde me niet heel prettig bij haar. Het hing ook een heel aparte geur. Ja, het was best wel een beetje een wazige ervaring. Maar goed, bij de tweede acupuncturist was die geur dus daar ook aanwezig. Wat blijkt dus, de hele ruimte is dan ook gelig. Alsof iemand echt zo'n van kettenroker daar de hele dag zit te roken. Die muren zijn helemaal geel, omdat ze dus van die Chinese kruiden gebruiken. Dus ik vond dat zelf best wel smerig. En als je misselijk bent en je ruikt die geuren, dan word je zeg maar ook dat is niet heel erg bevorderlijk voor je misselijkheid. Dus ik denk dat het wel iets kan doen. Dus dat het op zich wel een bijdrage heeft om je in ieder geval tijdelijk voor bijvoorbeeld een weekje of zo iets minder misselijk te maken. Maar de ervaring was voor mij persoonlijk zo toch wel wat negatief dat ik na twee keer besloot om het gewoon niet meer te doen. Daarnaast heb ik van die bandjes gelijk in het begin geprobeerd. Je hebt van die C-bands, dat helpt ook tegen misselijkheid. In de auto, je hebt hier twee van die drukpunten op je polsen. Ja, kan je ook wat van zeggen. Zou je kunnen proberen. Baat niet, dan schaadt het niet wat betreft die bandjes. En ik heb geprobeerd om gember te nemen. Dat nam ik altijd al wel. Dat had voor mij ook niet echt uitwerking. Dus het schijnt ook dat je nog gemberpillen hebt in pilvorm. Dat heb ik zelf niet geprobeerd. Dus dat zou je ook nog kunnen proberen mocht je ook kampen met misselijkheid. Ik ben niet zo'n zwangerschapskleding persoon. Ik heb bij Vos ook eigenlijk bijna niks gekocht aan zwangerschapskleding. Behalve één spijkerbroek toen nog. Tijdens het eerste trimester merkte ik al wel dat ik heel erg behoefte had aan comfortabele broekjes. De buik begon toch wat sneller op een of andere manier al ietsje in de weg te zitten. Terwijl ik heb niet een mega grote buik, maar op een of andere manier ging het knoopje van de broek wel iets minder makkelijk al niet meer dicht. Dus wat voor mij fijne broekjes zijn, zijn gewoon van die broeken met elastiek. En dit is nog eentje die ik al had, met een glittertje erin. Maar ik heb ook nog een aantal andere relaxte broekjes op de lijst, op mijn wenslijst staan. En enige broek die ik al gekocht heb, is wel een zwangerschapsbroek. Dat is een soort van legging die lekker helemaal tot over de buik komt. Een zwarte legging. Dus comfortabel zittende broekjes zijn eigenlijk best al wel snel een pre. En dan als laatste tip, en waarschijnlijk ook in de categorie too much information, darmwerking. Als je zwanger bent, en ik had hier dus ook weer last van tijdens de eerste 12 weken, dan kan je stoelgang wat vertragen en dat is heel irritant, want je wordt al wat voller en dan kan je dus nog voller gaan voelen omdat je obstipatie hebt bijvoorbeeld. Dus om dat een beetje op gang te houden, heb ik voor mezelf een mega goede combinatie gevonden van psylliumvezels en magnesium. Dit zijn in die zin gewoon natuurlijke middeltjes, maar ik ben natuurlijk geen dokter, dus als je echt heel erg last hebt van obstipatie of wat dan ook, informeer alsjeblieft je huisarts eerst. Ook al kon die voor mij niet veel betekenen, maar ja, ik mag natuurlijk geen medisch advies geven. In ieder geval, voor mij was het heel erg fijn om psylliumvezels te gebruiken. Die kun je ook gewoon kopen bij een reformwinkel. Daarbij moet je wel heel veel drinken, want anders helpt het nog niet. Dus wanneer je die psylliumvezels inneemt, let wel goed op je vochtinname. Misschien wordt deze video echt een mega overload nu aan informatie. Sorry daarvoor, ik hoop dat het interessant is. Maar als laatste ga ik nog snel even met jullie doornemen wat je allemaal alvast kan regelen tijdens je eerste trimester. Als allereerste je verloskundige. Als je verder geen medische indicatie hebt, kun je gewoon een fijne verloskundige zoeken. Wij hebben iemand gevonden die heel erg past bij ons denkbeeld over bevallen en over hoe wij daarin staan. Dus we hebben echt een hele fijne, een van de meest kundige verloskundigen van Nederland gevonden. Die woont hier gewoon lekker bij ons in het dorp. Ideaal. Zij is ook echt uitgeroepen tot
een van de beste verloskundigen van het jaar is een keer geweest. Dus we zijn super blij met haar. We hopen ook dat ze echt daadwerkelijk bij de bevalling zal gaan zijn. Dus haar hebben we gelijk weer ingelicht. Daarnaast gaf zij aan dat je eigenlijk al best wel snel kraamzorg zou moeten regelen. Dat wist ik niet. Maar als je een beetje fijne kraamzorg wilt, wat ook weer past bij jouw behoeftes, dan kun je best al wel snel deze dus ook gaan regelen. Sterker nog, wij hebben bij 6 of 7 weken heb ik al kraamzorg geregeld die al vol was voor juni 2018. Dus daar was ik heel erg over verbaasd dat dat kan. Dus we moesten zelfs al naar een tweede partij. En die tweede partij zijn we ook nog niet helemaal over uit. Dus je kan al best wel vroeg beginnen met kraamzorg regelen. Als derde wat ook al best wel vroeg moest, was bij ons in ieder geval rekening houden met opvang. Ik denk dat we zelf, net zoals bij Vos, in ieder geval het eerste half jaar echt helemaal zelf voor het kindje gaan zorgen. Maar vanaf een half jaar zal hij of zij toch ook naar de opvang gaan. En dat moesten wij nu al aangeven, want ook daar waren wachtlijsten. Dus dat is best wel bizar. Dus het kindje staat nu al op de lijst om in januari 2019 naar de opvang te gaan. Heel raar. Verder, Moeders voor Moeders. Als je mee wil helpen om andere vrouwen makkelijk, of in ieder geval te helpen om zwanger te worden, dan is het een heel goed iets om je plas te gaan verzamelen de eerste trimester voor Moeders voor Moeders. Dat heb ik dit keer wel gedaan. Ze gaan het HCG uit je urine halen en dat gaan ze gebruiken om vrouwen die wat lastiger zwanger worden te helpen om een kindje te kunnen krijgen. Super mooi, dus je kan altijd even kijken op moedersvoormoeders.nl voor meer informatie. En dan als laatste, en dat is heel erg persoonlijk en dat is meer iets wat wij al hebben gedaan en waar ik een aparte video over ga maken. Maar wij hebben er dit keer voor gekozen om een doula in de arm te nemen. En dat hebben we dus ook al geregeld tijdens ons eerste trimester. Omdat we ook iemand wilden hebben die bij ons past. En aangezien we toch een beetje in de vakantieperiode zitten, moest ik dit ook best wel vroeg en op tijd regelen. Dus die hebben we ook alvast geregeld. Check. Als je niet weet wat een doula is, daar ga ik dus een volgende video over maken. Dus die komt. Nou, dat was hem. Ik hoop dat jullie het een informatieve, leuke video vonden. Laat me alsjeblieft weten in de comments wat jullie ervan vonden. Of je nog iets mist, wat je nog meer zou willen weten. Wat ik nog aan video's zou kunnen maken. Geef me alsjeblieft suggesties, vind ik superleuk. Dan heb ik ook het gevoel dat we een beetje tot een gesprek komen. En daarom zit ik hier. Ik wil niet alleen maar in die camera praten, maar ik hoop ook dat jullie een beetje input geven. Zodat ik het gevoel heb dat we een connectie maken. Lijkt me tof. Dus, dank voor het kijken en heel graag tot de volgende video of tot de volgende weekvlog. Dankjewel voor het kijken. Doei doei!